Als alles goed zit, komt er een salarisverhoging voor het ziekenhuispersoneel. Dit moet de onrust in het academisch ziekenhuis Paramaribo, die sinds de vorige week heerst, wegwerken. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat hij eerder gesprekken met de ziekenhuisraad en de bond van het AZP heeft gevoerd. Het ligt nu aan de raad om te reageren op het voorstel van de verhogingen. Ziekenhuizen zijn natuurlijk vrij om de aanpassingen van lonen van hun werknemers te doen. Alles in goed overleg natuurlijk en in lijn met elkaar. Ze willen ook geen scheefgroei hebben. Maar de ziekenhuizen gaan dat moeten kunnen betalen uit hun inkomsten. Dus wij hebben voorgesteld aan de ziekenhuisraad. We willen een voorstel doen en dat hebben we ook gedaan op 1 april. Waarbij we een voorstel hebben gedaan voor een nog verdere aanpassing van het lichtdagtarief. Op de reeds aangepaste lichtdagtarieven van augustus 2021. En dat voorstel is sinds vrijdag gedeponeerd. We hebben ook aangegeven hoe wij op het bedrag komen, dus welk bedrag wij verder voorstellen. En, of het percentage en dat wij uitkijken naar de reactie van de ziekenhuisraad. In het weekend hebben de ziekenhuisraad zich beraden en gesproken met elkaar. En vooralsnog was er een ultimatum gesteld. Ramadien zegt dat het ultimatum voor een bijbetaling is uitgesteld. Er is nog geen uitsluitsel gekomen van de ziekenhuisraad. Bondvoorzitter bij het AZP, Lloyd Pohl, zegt dat als er schot komt in de zaak, de ontevredenheid van de medewerkers snel tot het verleden kan behoren. Het personeel was tot in de middag in afwachting van de antwoord van de directie. We hebben tot op dit moment nog niets officieels van de directie vernomen. Ja. De directie kan ons elk moment uitnodigen voor een gesprek. Dus ik wacht op het gesprek met de directie. Zij hadden onze vraag respect om nog even aan te houden. Want u weet, we zijn in beraad vanwege de situatie. Ja. Ja, dus we zijn nu nog steeds in beraad. Totdat wij hebben vernomen wat de zaken zijn, dan gaan we samen met de leden de vervolgstappen bepalen. Dus wat er precies is afgesproken tussen de directie en de minister, dat weten we nog niet. Pohl zegt dat als er goed nieuws is, het direct zal worden doorgespeeld aan het personeel. Tot op het moment dat de nieuwsdienst Pohl sprak, was er nog geen verandering in de situatie.